Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video op TD Gaming. Mijn naam is Dure en vandaag zijn we terug met een gloednieuwe Farming Simulator video. Dit keer staat mijn microfoon wel aan. Oh jongens, ben ik ook een ongelooflijk grote kneus. Ik had namelijk de vorige keer had ik een video opgenomen en toen had ik mijn microfoon uitstaan, dus heel mijn geluid was gewoon weg. Dus ja, dat is wel gewoon een beetje poep, zeg maar. Dus ja, in ieder geval, we moesten nog eventjes dingen voor onze ESB kopen. Veerkijker weg. Eens eventjes kijken. Hoe groot is die bak dan? Ja, deze maar. Deze. En dan hoef ik op zich niet die... hoe heet het? Die CSZ balenvork. Ga weer inzoomen en zo. Vind ik allemaal zo onhandig. De tip van Flip vandaag, mensen. Gooi even als je deze dingen koopt. Gooi je voorlader gewoon in de bak. Kun je alle twee in één keer meenemen. Ideaal. Zo, en dan gaan we vandaag maar eens bezig met oogsten, denk ik. Niet te hard door de bocht gaan, want anders vliegen die eruit. En ik zal trouwens mijn dinges even. Moet wel hier. Eens even kijken. Die mag uit. Zo. Dat maïsveld is van ons. En we hadden daar verderop nog een veld. Zo. Lijkt af en toe wel een beetje. Ik weet niet wat het is, maar goed. Dan pakken wij onze hele mooie kombijn. En dan rijden wij naar ons veld toe. Een hekje.
Ja, waar parkeren wij dan eventjes? Nou, ik rijd niet kapot, of wel? Nee. Even aan de kant. Parkeren we deze hier wel gewoon. Er komen toch geen auto's. Nou, en dat oosten, dat gaan we natuurlijk alleen de koppakken zelf doen. Want ja, dat is gewoon best wel saai. Dus, oh. En ik rij alweer een bordje om. Oh. Denk dat zo? Ja. Er zit wel wat onkruid in trouwens. Nou, boeien. Boeien, gewicht, boeien. Maar ja, wat gaan wij in die tijd eens even doen? Ja, dat is een goede vraag. Oh ja, en ik kreeg ook nog een tip van een vriend van mij op school. En die zei, verkoop alsjeblieft die oude Landini en koop er een hele mooie 1455 voor terug. Oftewel een Case 1455. Nou, ik vind dat zelf ook een heel mooi ding. Maar ja, dus die gaan we straks even aanschaffen. Oh, 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 oh. Ik vind het mooi. Nou, hier hebben we in ieder geval al iets meer draairuimte. Nog steeds niet heel veel trouwens. Maar... Kom op. Gaat ook niet bepaald hard dit of zo, hè? Jongen, jongen, jongen. Ja, of we kopen gewoon die International er nog bij. Maar ja, dan hebben we 4 trekkers. Dat vind ik dan ook wel weer wat overdreven. Dus laat even in de comments weten, jongens. Moet de International in plaats komen voor de Landini? Of doen we 4 trekkers en dat de Landini dan niet weg hoeft? Laat even weten. Ja, in principe vind ik beide wel heel leuke trekkertjes. Maar ja, 4 trekkers vinden er ook wel weer wat overdreven. Zo, mijn game lekt, hé. Zien jullie dat? Wee-yo. Not normaal.
Ja, la, 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 la. En bij de 75.000 zeg ik het weer, jongens. In die 50 abonnees special zei ik het ook al. Bij de 50... Dat hebben we al gehad. Bij de 75 abonnees gaan Tristan en ik een setup video uploaden. Dus, mochten jullie die willen zien, abonneer zeker eventjes. We hebben nu gewoon alweer 57 abonnees, dus het gaat echt, echt heel hard, hè. Echt super bedankt. Is dit veld bemest trouwens? Denk het niet, hè? Nee, daar was ik al bang voor. Ik dacht al, krijgen wij hier weinig af. Zo, dan zetten we deze eerst even op helper. Dan, ja, laten we de Landini nog één kans geven. En dan, ja, als ik de volgende video geen reacties heb gekregen, ja, dan beslis ik wel gewoon zelf wat er gebeurt. Zo simpel als het is. Oh. Map, map. Oké, I agree. Maar dit is niet de knapste trekken. Laten we het daarop houden. Maar ik weet niet, man. Ik vind Landini wel gewoon altijd leuke trekkertjes of zo. Even wachten. Ja, dan snap ik dat je geblokkeerd wordt, ouwe reus. Nou, en dan kunnen we deze gewoon op helpen zetten zo meteen. En dan kunnen we alvast beginnen met balen persen. En Tristan en ik gaan binnenkort ook GTA video's uploaden. Dus heb je daar zin in? Abonneer even op ons kanaal. Zo. Nou, dan pakken wij niet de Nieuwe Holland. Haha. Joehoe, oh kut. Oh, heeft hij dat ding weer niet aangezet? Daar gaat mijn stro. Doorrijden, kut. Geen toegang tot het land. Nou, het is toch echt mijn eigen veld, Pipo. Prachtig. Oh, wat gaat dit ongekend slow. Kan ik dat ook aanpassen, die grootte van de balen?
Of moet je dan echt per se, ja. Ah, kijk. Dat is ook helemaal niet zo groot, joh. 180. Dus dan persen we nu één hele grote bal. En daarna gewoon iets kleinere balen als het goed is. Je gaat wat? 12.000? Nee, niet. Ja, ik denk 8.000 liter in. Dan mogen ze wel 100. Nee, ah, ja, 220. Als het goed is, pers je dan 6.000. Kijk, dan loopt een game weer heel eventjes smooth en daarna moet hij gelijk weer laggen. Kijk, nu loopt hij wel gewoon goed. En nu loopt hij weer kut. Het zit ook niet mee. Ik denk eens een keer leuk op te nemen. Mon, 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 mon. Wie heeft eigenlijk de meeste pk van onze trekkers? 180 en 212. Oké. Nou. Landini, 400 pk. Nee. Wat doet die dan? Oh, die kan daar niet keren of zo. Dus dan gaat hij maar half het veld heen rijden. Ja, joh. Yes, hij loopt soepel. Hij loopt soepel. Eindelijk. Oké, ik heb te vroeg gejuicht. De graad heeft van helpen, hij is vol. Nou, mooi hoor. Dan gaan we jou eerst eens even helpen. Oh, en ik rijd er volledig naast.
En dan ruimen we de balen zo nog even op. En dan is het ook mooi geweest. Denk ik dat we de volgende keer kunnen hakselen. Dat hoop ik. Sinterklaas. Ik weet niet waarom ik opeens random Sinterklaas zeg. Weet niet. Komt gewoon in me op. Mijn hersenen functioneren niet helemaal zoals gepland. Zo. Nou, aangezien we toch nog even moeten wachten op die combine totdat hij wat verder is, laten we die nieuw Holland pakken. Nou, dan heb ik zo nu en dan. Dan heb ik alle slechte trekkers gehad, behalve degene die ik nu heb. Werkpositie, ja. Oh, oh, oh. Als het goed is, kan ik nu gewoon langs de balen rijden en ja, kijk. Dit is nou lekker makkelijk. Hallo. Nou, doei. Nou, dan hebben we alle mogelijke trekkers op het veld. Ja, we hebben toch genoeg geld, dus deze balen gaan we niet verkopen. Aan de kant. Of ik steek je huis in de brand. Echt lekker makkelijk dit, zo'n autoload trailer. Skutker.
Nou, dan moet er nog een klein stukje. En dan is de combine ook klaar. Ja, dat haven, dat kunnen we wel gewoon... Hebben wij nog een lening openstaan? Volgens mij niet, hè. Anders kunnen we die nu namelijk wel gewoon even lekker betalen. Eventjes lekker afbetalen. Nee, we hebben geen lening openstaan. Nou, ook wel eens lekker. Dat je gewoon even lekker wat geld op zak hebt. In plaats van in Drentse vaart waar we 5000 euro hebben. Prachtig. Ik vind hem helemaal mooi. Je komt bijna ongelooflijk traffe sloom, jongen. Gadverdamme. Gadverdamme. Hebben jullie dat ook wel eens? Dan heb je één zo'n liedje gehoord. En dan denk je van, ah, dan heb je hem gewoon de hele dag in je hoofd. Nou, dat heb ik nu met dat nieuwe songfestival nummer van Joost Klein. Het is zo vervelend. Ah. Ja, maar laat even wachten, jongens. Moeten wij de Landini wel of niet inruilen voor de Kees? Oh, god. Zetten we hem even klaar voor een mooie thumbnail. Geen idee. Balen pers lossen. Zo. Pakken we de Nieuw-Holland even. Dan kunnen dus 12 balen op deze trailer. Interessant.
Alles voor een mooi thumbnail. Oh, even in de back van een combine. Nou, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op ons kanaal. Rood in de 75 abonnees. En dan check ik jullie bij de volgende video. Later.